Welkom. Nieuwe podcast van Hardlopen en deze is rustig. Geen muziekje. Lukt me even niet op de telefoon waar ik de podcast inspreek. Sorry voor de trage podcast. Maar ik wil hem wel met je delen. En het gaat namelijk niet altijd goed. En hardlopen is niet altijd leuk. En fietsen is niet altijd leuk. En op dit moment is het niet leuk voor mij. Want ik kan, denk ik, een week of zes niet hardlopen. Dat komt omdat ik gevallen ben met fietsen. Sleutelbeen gebroken. Voor een sleutelbeen is het best wel... Dat ze zeiden, hij stak wel redelijk ver uit. En dat is echt vanmiddag gebeurd. Het is nu avond. Ik ben eigenlijk net een klein uurtje terug uit het ziekenhuis. Testen gehad. Dus scans. Onder andere een scan van mijn hoofd. Redelijk hard op mijn helm gevallen. En ook de linker zijkant helemaal gevallen. Dus op dit moment doet het pijn, ondanks de pijnstilling, de paracetamol. Maar goed, dat komt zo wel weer beter. Ik ben net eventjes iets lang uit gaan zitten. Dus... gevallen, ik wil een klimmetje doen. Een dijk op, en dat klinkt natuurlijk heel suf, een dijk op. Maar het is zeg maar bij onze... Ik woon in de rivieren, zeg maar, riviergebied. Dit was een dijk richting de Waal. En dat is altijd bij ons eigenlijk de meest steile dijkklim. Het is iets hoger dan ook dan de gemiddelde dijk, maar natuurlijk mag het nog steeds geen naam hebben. Maar je rijdt er een beetje dwars op, zeg maar schuin op. Dus het is echt, zeg maar, je komt mooi aanrijden over een lange weg met de kinderkopjes. En dan ga je net voor onderaan de dijk asfalt op. En daar ga je omhoog. En dat is een klim. Klimmetje. Laat het allemaal met bescheiden houden. In ons vlakke landje. En daar ging ik staan. Wil ik gruwelijk hard omhoog rijden. Dus ik had wel leuk even dan die tussen sprintjes. En daar ging ik dus echt serieus hard onderuit. Stom, dom, totaal onverwacht. Ik schoot uit de pedaal. Ik had mijn goede fietsschoenen op kantoor liggen. En druk. Wellicht ken je het, dus ik heb mijn oude fietsschoenen aangedaan. Die allemaal wat minder goed zijn versleten. Dus makkelijker uitklikken en dan lig je. That's it. Ik wil niet alleen de hele goede, enthousiaste ervaringen delen, maar ook niet juist dit soort ervaringen, maar wel van... Het is niet altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Het is niet altijd... weer een lekkere halve marathon, weer dit bereikt en sneller geworden en deze mijlpaal bereikt. Maar soms is het ook gewoon afzien. Ik zou zeggen, het hoort erbij, maar dat is natuurlijk onzin, want er zijn natuurlijk genoeg hardlopers en sporters die nooit iets hebben. Maar ik dus wel, nu. Na de val in de berm gaan zitten was echt super aardig, want het is nog echt vroeg voorjaar, dus het was wel fris. En ik had op zich weinig aan, maar we gingen fietsen best wel hard. Dus dan heb je op zich niet zoveel verkleding nodig als je zo ingespannen bent. Maar als je zo stil zit en dan een dijkje, dus wat meer wind. Dus er kwam echt iemand van een van de weinige huizen die daar staat. Echt met een kleed. Dat was echt heel erg aardig. Dus die mensen ga ik ook een nieuw kleed geven. En een bos bloemen. Besloten. Ik dacht fles wijn, maar bos bloemen is misschien leuker. Want ik weet bijna zeker dat er bloed zit op dat kleed. Want ik had hem echt gewoon omheen geslagen. En ik bloedde natuurlijk aan best wel veel plekken. En dat vind ik zo aardig. Dat mensen dat gewoon doen. En een vriend van mij waren met z'n vieren. Die, uh,
Die heeft daarna de doek teruggegeven. Hoorde ik dus zojuist. En die mevrouw vond het helemaal goed, zeg maar. Die wilde niks voor hebben of zo, maar die wil ik wel echt super bedanken. En dat ga ik nog doen, maar niet morgen. Nog niet overmorgen. Want ik denk dat ik eventjes niet de deur uitkom. Ja, alhoewel, ik zit natuurlijk gewoon... Ik heb werk achter de computer, dus dat kan op zich altijd wel een beetje. Want ik heb een geluk. Ik ben op mijn linkerzijde gevallen en ik ben rechtshandig. Dus ik kan gewoon, zeg maar, de muis bedienen en een beetje typen. Niet makkelijk, maar het kan. Dus ik sta voor een van de grootste... Nee, dat is ook onzin. Ik sta voor een voor mij redelijke uitdaging. Dat is namelijk niks doen. Rust houden. Want een sleutel ben jij. Ik ben nu redelijk... Ik was nog nooit echt in het ziekenhuis geweest. Behalve dan voor hooikoorts. Dus ik, ja, plotseling ben ik ook een beetje... Heb ik al die medische termen en dingen gezien. En nu doet het behoorlijk pijn. Dus ik zet hem heel even stop. Oh, fuck. Yes, present. Wat zei ik? Medisch onderlegd? Nou, niet medisch onderlegd, maar... In ieder geval, sleutelbeen moet gewoon herstellen door rust te houden. En vooral dat in dezelfde houding te houden. En toen dacht ik, oh, dat is lekker makkelijk, maar... Inmiddels denk ik daar al heel iets anders over. Maar goed, wellicht gaat het herstellen. Met pieken en dalen zit ik nu even... Toch blijkbaar in een dalletje. Dat is nog maar natuurlijk, ja, nog net een klein uurtje thuis. Maar wat ik wel nu heb voorgenomen... Nee, aan het voornemen ben nu, live as we speak. Ik ga deze tijd juist gebruiken om mooie doelen te formuleren. Mooie... uitdagingen gewoon voor het hele jaar. Dus misschien ga ik hem heel enthousiast doelen 2018 noemen. Deze podcast, want ik heb daar nu alle tijd voor. Dus ik ga ook enorm goed nadenken over die doelen. Welke mooie run die ik nog nooit gelopen heb, wil ik lopen? Waar wil ik hardlopen runs organiseren? Of misschien wil jij wel een... run organiseren onder de hardlopen vlag. Vind ik altijd super leuk. Stelt ook niet zo heel veel voor. Betekent gewoon dat we bij jou waarschijnlijk in de woonplaats. Dus jouw vaste rondje gaan lopen bijvoorbeeld. Of er is een, bij jou in de woonplaats een kleine run georganiseerd. Met echt een start en een finish. En dan gaan we gewoon met een aantal hardlopers gewoon die run doen. En als we dan zeg maar naar de rand iets kunnen drinken met z'n allen. Vind ik het al hartstikke leuk. Vrijheid, blijheid. Dus misschien is dit wel een oproep. Nou, voor de leuke hardloper. En mocht je dat willen, een keer de digitale mensen een keer fysiek zien. Dan kom natuurlijk naar een van onze runs. Of neem even contact op als je zelf wil mee organiseren. Of je hebt gewoon een leuke plek waar we kunnen samen gewoon een restaurantje of zo. Die mensen die niet zo heel moeilijk doen als daar een paar hardlopers... Zich een beetje verkleden. Misschien kunnen douchen. Dat zou maar super zijn natuurlijk naar de rand. Het idee van de run is gewoon met z'n allen lopen. En het gaat niet om snelheid, om afstand. Maar puur om samen met elkaar te lopen. En we passen ons gewoon aan. Aan degene die het hardste nodig heeft. Dus op dit moment zal ik de langzaamste zijn. Nee, als we die run doen, dan ben ik weer helemaal fit. Die runs zijn super leuk. En dat zal... ook daar heb ik natuurlijk de tijd voor om goed over na te denken. En dus over doelen. Dus ik ben benieuwd, wat voor doel heb jij? Toevallig, nee niet toevallig, maar we hebben een pagina op onze website. Die heet Hardloopdoel. Dus als je googelt op HRDLPN en dan spatie Hardloopdoel, dan kom je op die pagina vanzelf. En dat vind ik het heel leuk om jouw doel te lezen. En wat leuk is voor jezelf, en dat is misschien wel net zo belangrijk, misschien wel belangrijker... is dat je jouw doel meer een public commitment maakt. Dus echt een publieke commitment. Dus je gaat je er aan houden. Wellicht, de kans is iets groter. Kijk, als je dat voor jezelf, als je zelf zegt van... ik zal en moet dit jaar een 10 kilometer lopen, bijvoorbeeld... of een eerste 5 kilometer. Dat is natuurlijk leuk, maar als je hem zeg maar in het openbaar... dus je vertelt het tegen je vrienden, tegen je familie, collega's, wat dan ook... dan is het al iets meer. Dan kun je er iets minder snel onderuit. Dus dat is ook een soort commitment.
Maar als je hem echt helemaal publiek maakt, dat echt iedereen hem kan lezen bij ons op de site, dan is, nog te, ja, dan is de drempel misschien nog wat lager misschien om echt te gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Tenminste, de kans om af te zeggen is misschien iets kleiner. In ieder geval, laat je hardloopdoel weten. Succes met lopen. Ik hoop dat je nu met het komende voorjaar enorm veel mooie runs doet. En geniet van het lopen. En tot een volgende podcast. Doei!